Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianant Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 16. De laatste ronde van seizoen 1 staat dus op het programma. Maar heb je die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat was in Mexico. Haalde daar een prima resultaat door als zesde te eindigen. En hebben dus afstand genomen van Pierre Gasly voor P10 in het coureursklassement. Maar ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F123 My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. We hebben dus nu een aerodynamica department wat we even moeten gaan bekijken. Daarin staat dus een dilemma voor ons op het programma. En kijken of dat goed of slecht uitpakt voor ons. Volg mij trouwens even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving op Instagram, Twitter en Facebook. Het zou leuk zijn als je een volgje zou gaan doen. Even kijken nog naar de faciliteiten. We gaan wat componenten vervangen voor deze race. Die nog geldig zijn. Dus we hebben heel dit seizoen geen penalty gepakt. Dat is goed om te zien. Oké. 10% minder aerodynamica. Goed, geen probleem. Nog steeds de tijd even doorspoelen. Er komt een update binnen. En de rest geloof ik allemaal wel. Nu is het tijd voor de kwalificatie. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. En kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Terwijl de AI staat wat lager. Omdat ja, in Mexico we kwamen daar zoveel snelheid tekort. Ik heb de AI daar wat lager gezet. Ik ben zo dom geweest om die AI niet meer te herstellen. Dus deze race is eigenlijk niet realistisch. Dus daarom dat je ook, denk ik, zometeen ook in eentje van onze toptijd zien staan. Nou, die tijd die is gewoon niet realistisch. Maar goed, ik kon het helaas niet meer aanpassen of ik was hem helemaal vergeten. Achteraf kwam ik daar pas achter toen ik de race al aan het uploaden was, of aan het opnemen was. Dus vandaar excuses daarvoor. Zoals je ziet, wij laten even paarse sector 2 noteren. Nou, normaal rijden wij dat dus nooit. Nou moet ik wel zeggen dat we voor een setup hebben gekozen die heel snel in de bocht is. En kijk maar, wij laten een 1.10.4 noteren. Snelstijd in Q1. Maar wij gaan heel veel inleveren op dat rechte stuk. En in de bochten zijn wij gewoon hartstikke snel. Dus daarvan moeten wij het dus hebben. Q2. We zijn dus door naar het tweede kwalificatiedeel. Kijken of wij iets kunnen gaan doen. We hebben daar een klein moment onderstuur. Einde van mijn eerste ronde in Q2. Met paars in sector 2. DRS geopend. En dan laten wij een 1.10.5 noteren. Goed gedaan. Dan zijn we volgens mij aan het einde van Q2. Nog steeds op P1. Iedereen gaat dus nu naar buiten. Wij wachten totdat de laadauto van de pitstraat weg is. Zodat wij vrij baan hebben. En dat betekent dat wij nu volop kunnen gaan pushen voor een verbetering. Hopelijk in Q2. Om een plekje in Q3 veilig te stellen. De eerste twee bochten gaan extreem goed. Zijn al 14e onder onze eigen tijd gedoken met paars in sector 1 en 2. We verliezen wat bij die ene laatste bocht. 14e eronder. De vlag hangt over 30 seconden ongeveer uit. En dat is een 1.10.1, een verbetering. Van 14e maar liefst. Dan rijden daar Verstappen per ongeluk in de weg. We moeten hier zo snel mogelijk aan de kant en gaan dat dus ook mooi netjes. Aanbeland bij het einde van Q3. Houden het maar bij 1 ronde. En kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen wij misschien naar die pole position toe rijden?
Onze allereerste poll uit onze carrière in ons debuutseizoen. Het is niet echt realistisch, maar goed, de reden gaf ik daar al zo net al aan. En met die poll kunnen wij misschien ook voor onze eerste sprintoverwinning gaan knokken. En misschien wel onze eerste sprint pole position en de hoofdrace die we misschien kunnen gaan winnen. Einde van Q3, nog 30 seconden op de klok ongeveer. En wij laten hier gewoon... duiken daar 15e onder de tijd van Lando Norris. Ja, de setup is heel goed. We hebben voor een downforce setup gekozen, zodat we heel snel zijn in de bochten. Dus vandaar... DRS geopend, nog 19 seconden op de klok. Wij laten een 1-9-8 noteren. Voorlopig pole position. Maar de vraag is, blijven wij daarover? We kunnen onszelf niet meer verbeteren en hebben geen ERS meer over. Nu is het wachten totdat de auto's over de finish zijn gepasseerd. De vlag hangt uit in Q3. Wij zetten het nog steeds op pole position. Maar Russell pakt hem af met een 1-10-7. Sorry, een 1-8-7. Excuses. Een 1-8-7. Russell eronder doorgedoken. En Hamilton eronder doorgedoken. Wij dus op een P3 voor de sprint. En Hamilton is 1000ste sneller gegaan dan onszelf. Geen probleem, geen paniek. Op naar de sprint en kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Running through the driver grid order for today's exciting sprint. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have the Professor, Perez, Sainz, Leclerc, Norris, Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda, Ocon, Magnussen, Bottas, Joe, Verstappen, Oscar Piastri, Hülkenberg, Stroll, Albon, Sargeant, Richard Vasseur, and Nyck de Vries. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Right, mate, it's the final race of the season. There's nothing to lose here, so go out there and enjoy it. Nou, dankjewel, Mark Priestley. Kijken wat we kunnen gaan doen in de sprint. Wij vertrekken dus op een P3. En George Russell dus op pole position. Kijken wat we kunnen gaan doen. Jammer dat hier de formatie in 2023 niet klopt. Want normaal heb je... kijk dat goed na de vrije training een kwalificatie die bepaalt de startgrid voor de hoofdrace. Want de sprint shootout zit hier niet in verwerkt. Goed, geen probleem, geen paniek. Moet ik nu nog even doen met het oude formaat. Ik denk dat Codemasters die in F1 24 gaat toevoegen. Je weet het maar nooit. Kom aan bij onze startpositie voor P3 met de beide Mercedesen op 1 en 2. Kom het prima in onze gridpositie terecht en is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Brazilië. Wij vertrekken dus op een derde positie achter George Russell en Lewis Hamilton. Sainz op de mediumband. Dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Brazilië. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Hamilton heel slecht weg. En Russell al gelijk verschalkt. En dit is de start die we moeten hebben. Russell probeert het nog aan die buitenkant. Lukt helaas niet. Hamilton zakt gelijk terug tot achter Sergio Perez. Leclerc heeft Sainz al ingehaald voor P5. Russell zit misschien te kijken bij ons voor een tegenaanval. Wij moeten in verdedigingsmodus.
Wat kan Russell hier? Helemaal niks aan de buitenkant wordt geblokkeerd. Wij laten paars in sector 1 noteren. En een uitstekende start hier in Brazilië in de openingsronde van de sprint. Russell aan de binnenkant zit daar wel, maar die bocht kan hij niet goed nemen. Daardoor pakken wij die positie weer terug. Eindronde nummer 1 als Russell weer zit te kijken. De topsnelheid van de Mercedes is goed. Hij wordt daar geblokkeerd. Wij laten even de snelste raceronde noteren. Russell aan de buitenkant. Wij zitten wat door. Kan hij terugkruisen? Ja, misschien wel. Heeft hier een betere exit. En we gaan in verdedigingsstand. Raken elkaar daar, want de wielen haakten in elkaar. Gaan daar een beetje wijd. En het is ontzettend close met Lewis Hamilton. Aan de buitenkant kijkt hij, lukt niet. Onderstuurde daar wat tegen hem aan. Maar nog steeds P1. Perez naar P3. Want Russell is teruggezakt. Daar zit Hamilton aan te vallen. Hier die buitenkant. We gaan daar wijd. Wat kan Lewis? Niet zoveel. Een touché met de zevenvoudig wereldkampioen. En Perez zit aan te vallen bij Hamilton voor P2. Lewis heeft al snelste raceronde in handen. Beide nog steeds aan de leiding in de sprint. Norris naar P5. Russell op P4. Perez naar P2. En die zit daar te kijken bij de buitenkant. En is er voorbij. We proberen nog terug aan te vallen. We moeten hier een wijdere lijn nemen. Zitten daar nog wel aan de buitenkant te kijken. Jazeker, meer snelheid meenemen. Het hout begint hier mooi te kraken. En het gaat allemaal net goed. En Hamilton profiteert weer mee. P2 in ronde nummer 5. Ronde nummer 6. Als George Russell weer naar ons is toegereden en is er voorbij. We proberen heel laat te remmen. We sturen wat heel laat in. Daardoor is Hamilton weer terug naar P2. In de sprint. Voorlopig 8 punten erbij als het zo zou gaan eindigen. Ronde nummer 6. Als we daar even een flinke verdedigingsactie onderhandelen. En Hamilton raakte ons daar. Oftewel, wij raken Hamilton. Doen hier een divebomb naar de zevenvoudig wereldkampioen. Dit is nu gewoon op overlevingsmodus. Moeten dit gewoon zien vasthouden. Dus we gaan agressief verdedigen. Agressief rijden. Om die P1 te behouden. Hamilton aan de buitenkant is er voorbij. Proberen laat te remmen. En dat lukt. Perez weer naar P2. Kan er niet voorbij. Misschien. Voorvleugel geraakt. Geen schade bij de auto. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. En wij gaan hier de sprint winnen. Jazeker. Goed gedaan. Oh, bijna een touché met Perez nog zelfs. Was niet mijn intentie. Maar goed. Winnaar van de sprint. Goed gedaan. Pakken pol voor de hoofdrace. Oh, oh, oh. We moeten nog naar de hoofdrace, Mark. De sprint is pas afgelopen. Waarom staan we derde? Russell, winnaar van de sprint. Dat klopt niet. Wij zijn winnaar geworden. En Russell pakt 8 punten en wij maar 6. Er klopt hier helemaal geen houten touwtje van. Dat betekent dat Ocon nog voor ons staat. Oké, een rare uitslag. Maar goed, wij zijn dus winnaar van de sprint. Dat is duidelijk. De uitslag zegt van niet. Maar goed, ja, raar maar waar. Op naar de hoofdrace en kijken of dan de uitslag wel correct is. Daar gaan we dan. Welcome to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And just one year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time then for the Sao Paulo Grand Prix. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Yung Kao into one of two DRS zones will be key to any overtaking prospects today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside.
Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Albon, Hülkenberg, Richard Vershaw, De Vries, Sargeant, Bottas, Joe, Verstappen, Oscar Piastri, Ocon, Stroll, Tsunoda, Magnussen, Fernando Alonso, Sainz, Norris, Hamilton, Gasly. Charles Leclerc completes today's grid order. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. And Anthony Davidson joins us in the commentary box. Ant, take us through the eras when you were driving. Compare it to this one. Let's talk about the Professor. Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position. But are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? And let's see who's able to keep their tyres in that temperature sweet spot early on. You've got a great tyre warmer underneath your right foot, and the drivers need to make the most of that on the formation lap, lest they see themselves skating wide at turn one on cold rubber. Zijn we aanbeland bij de hoofdrace. Kijken of wij deze ook kunnen gaan winnen. Er is regen voorspeld. Kijken of dat nog iets bijzonders gaat brengen. We nemen voor 5 ronden extra brandstof mee aan boord. Starten op de harde band, waarom? Ik weet niet wanneer die regen komt. Kan heel vroeg zijn, kan heel laat zijn, dus vandaar. Kijken wat we kunnen doen tijdens de formatie ronde. Nou, heel veel informatie van de engineer, wat we eigenlijk al lang weten. Komen we aan bij onze startpositie en kijken of wij goed of slecht in onze positie komen. De game zegt van niet, maar we staan er maar een halve meter er vanaf. Normaal is dat perfect, maar nu dus niet. Helaas pindakaas. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace hier in Brazilië. De laatste race van het seizoen gaat zometeen van start. De laatste aflevering van seizoen 1 gaat dus beginnen met onszelf op pole position. Sergio Perez op P2, Russell op P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Perez knijpen we al gelijk af en wordt geblokkeerd. Russell profiteert ervan, is naar P2. Doet een aanval voor de leiding, lukt helaas niet. Hülkenberg naar 4, goede start van de Duitser. Perez weer terug naar P2, Russell teruggewezen tot een derde positie. Albon naar P4, wij gooien de overtakenknop aan. Perez aan de buitenkant, lukt helaas net niet. Wij behouden nog steeds de leiding. Perez hier heel dicht erop, maar kan er niet langs. En wel een beetje wijd. Probeert het daar gewoon te kijken, maar wij nemen hier een andere lijn. Nog steeds P1. Ronde nummer 2 als Perez daar weer een aanval doet voor de leiding. Remmen laat, maar kunnen helaas niet insturen. Perez pakt de leiding af in ronde nummer 2. Russell en Albon knokken samen voor het podium. Wij moeten dus nu naar Perez weer zien toe te rijden. Dat lukt hier. In het bochtige gedeelte zijn we ijzersterk. Maar op het rechte stuk moeten wij het helaas af laten weten aan de andere rijders. Of hebben we zometeen ook slipstream van Sergio Perez. Rijdend op de zachte band, wij dus op de harde band vanwege die regen die eraan zit te komen. Gaan er een beetje wijd, moment onderstuur, komt door de vieze lucht van Perez. Wij gooien de overtakenknop aan, zitten er wel dicht op. Komen mooi mee. Gaan in besparingsstand. Wat kan Perez, wat kunnen wij hier gaan proberen aan te vallen, lukt daar net niet. DRS beschikbaar gesteld door race director in ronde nummer 3 van de race. Kunnen helaas hier niet zoveel. Einde ronde nummer 3. Als we er dichterop zitten bij Perez, gooien de DRS aan. Pakken hier slipstream, gaan in besparingsstand van de ERS. En Perez maakt een fout. Sergio Perez maakt een fout. Wij sturen daarin. Hadden Perez daar niet verwacht dat hij er nog zou zitten. Maar pakken de leiding af vanwege een fout van de Mexicaan. Die hier wel terug probeert aan te vallen. En dat lukt ook. Russell er ook voorbij. Remmen laat naar Perez toe. Duwen hem daar wijd. En Russell
nu dicht op Sergio Perez in ronde nummer 4 van de race. Ronde nummer 5, als de regen naar beneden begint te vallen. Daar zit Perez weer te kijken. Remmen weer laat. En duwen hem daar mooi wijd. Moment overstuur. Corrigerend moment daar. Russell dit keer naar P2 kan er niet langs. Nog geen uitvallers in de race. Geen idee waar Richard Verschoor rijdt. Einde ronde nummer 5. Als we maar weinig ERS meer over hebben, daar zit Russell te kijken en is er voorbij. En zijn gewoon kansloos tegenover de snelle Mercedes. Heeft het hier wel lastig in de bochten, dat zie ik. Wat kunnen wij? Zometeen met de DRS en de overtakeknop. Kijkend naar de binnenkant van de Brit. En dat lukt. Proberen later te remmen. Russell wil het risico niet nemen. En wij dus aan de leiding in ronde nummer 6. En dan in één keer is de baan klets en klets nat geworden. We duiken naar binnen voor de intermediates. In diezelfde ronde van de race. Schoor rijdt door op die zachte band. Hetzelfde geldt voor Logan Sargeant en Guang Yuzhou. De rest duikt allemaal naar binnen. 2.4, een prima pitstop. En komen terug op P4. Sommigen gaan ook voor een dubbele pitstop. Ja, bedoel ik met het team. Dat de beide rijders naar binnen duiken voor een pitstop. DRS niet beschikbaar gesteld door Race Director. En de score had gewoon naar binnen moeten komen. Dus ja, dat is een foutje van hem. Beide nog steeds op een P4 in ronde nummer 7. We moeten nu naar Guang Yuzhou toe zien te rijden voor een podiumpositie. En uiteindelijk zijn die jongens naar binnen gedoken en wij zitten in ronde nummer 15. Als we een klein foutje maken, gaan er een beetje wijd. En dat ziet Perez. Wat kan hij zo meteen op dit rechterstuk? Hebben het lastig op die intermediates. Wat kan Perez? Hier niet zoveel. En dat is een waarschuwing tegen de track limits. Eerste officiële waarschuwing van de dag. Pere Perez kan er niet langs. Doen het hier rustig aan. Regen wordt alleen maar erger. Wat ik gehoord van de engineer als ik het goed heb. Nog 10 rondes te gaan in de race. En als het er zo uitziet, dan gaan wij onze allereerste race winnen. In ons debuutseizoen. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had nooit verwacht dat we op pole position stonden, maar hier het resultaat. Hoofd koel zien te houden in deze matige weersomstandigheden. De regen valt nog steeds op het circuit. De baan nog steeds nat. Nog 10 rondes te gaan. Ronde nummer 17. Als we daar te wijd gaan. Gaan daar te wijd. En dat ziet Perez. Perez daar met een aanval, maar kan daar net niet van profiteren. Een touché met de Mexicaan. Russell weer terug op P3. Hulkenberg naar 4. Maar hij rijdt al 10 seconden achter ons. Wat is te groot voor een echte aanval voor het podium? Albon naar 5. Waar rijdt Richard Verschoor? Geen flauw idee. Volgens mij in de punten. Rijdt achter een Alfa Tauri als ik het op de minimap zie. Nog 8 rondes te gaan. In de wedstrijd. Nog altijd op de intermediates. Nog altijd op P1. Nog altijd Perez en Russell achter ons. Gat is een seconde. Nu weer 19e. Hadden daar een klein foutje gemaakt. En gooien de overtake aan. Om Perez van ons af te schudden. Onder nummer 20 is het alweer. Als het gat naar Perez inmiddels 1.6 is. Daar weer een moment overstuur op de exit. Blokkeren daar een klein beetje en maken daar een fout. Maken daar een fout en Perez ziet dit. En is weer naar ons toegereden door die fout. En wat kan hij nu op dit rechterstuk met nog 5 rondes te gaan in de race. Wij gaan in verdedigingsstand
Gooi de overtakeklop aan, Perez aan de binnenkant dit keer, probeert het een andere hoek, lukt helaas niet en wij zijn heel scherp naar binnen. Perez moet daar even opletten voor zijn voorvleugel en kan hier achterlangs kruisen, jazeker. Nee, net niet. Net niet, Russell profiteert mee, is naar P2. Perez weer een plekje gezakt, Hulkenberg op P4, Russell aan de buitenkant en is er nog niet voorbij. Nog steeds P1 in ronde nummer 21, nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Maak daar weer een fout. En Russell dit keer wel voorbij aan ons, rijdt aan de leiding. Probeer hem nog eraan te vallen, lukt helaas hier net niet. Lukt daar net niet. Wat kan Perez? Hier niet zoveel. Nog 4 rondes te gaan, Russell aan de leiding. Kan de overwinning uit handen pakken van ons. Maar wij remmen hier een andere lijn. Jazeker, Russell kiest daar eieren voor zijn geld. Heeft liever die P2 dan een crash. En dat betekent dat wij de druk van Russell en Perez hebben weten te doorstaan. Wij gaan hier in onze debuutseizoen, in de laatste race van seizoen 1, gaan wij gewoon een overwinning pakken in Brazilië. Goed gedaan. Uitstekende sprint en hoofdrace. En is het op naar volgend seizoen. Yes, mate, that's it. Season's over and what a season it's been. Really great effort from you. The whole team is really proud of you. So thank you for a fantastic effort. See you back in the pit lane. It's certainly been an incredible year for Formula One and our drivers have pushed themselves this season, making it one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. Victory today then, but bittersweet emotions, I'm sure, as the championship slipped through their fingers. Even so, what a fantastic final race of the season this was. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Helemaal vergeten erbij vertellen, maar Max Verstappen is wereldkampioen geworden omdat Hamilton het laat liggen. De Vries pakt punten en wij pakken dus de overwinning en krijgen Drive of the Day. Winnaar van de sprint, winnaar van de hoofdrace. Hamilton pakt een punt, maar het is niet genoeg, want Verstappen eindigt niet in de punten. We scoren 2 punten. Uiteindelijk heeft hij toch nog 2 punten gepakt. Hamilton komt 11 punten tekort voor de wereldtitel. En wij dus 9e in ons debuutseizoen met 68 punten. Een overwinning erbij. Goed gedaan. Extreem goede race. Score P20 met 2 punten. Heeft het uiteindelijk toch nog prima gedaan. Maar kijken of dit genoeg is voor een contractverlenging. Rivaliteit breekt dan met mezelf en Esteban Ocon. 19 tegenover 12. Wat betekent dat wij de rivaliteit hebben gewonnen? Jazeker, goed gedaan. Team acclaim is ook gewoon goed. Wij zijn level 11. De score is level 11. Nee, sorry, level 10. Nog steeds. Het team is wel level 1 omhoog geschoten. Level 15. Mooi, super. Kijken of we dat volgend seizoen kunnen gaan vasthouden. $293,000 erbij van de sponsoren. Helaas heeft de school wat schade gereden, $2,500 laten liggen. In totaal op de bank hebben wij nu $5,64 miljoen. Dit seizoen zit erop. Seizoen 1 is afgesloten met een overwinning. Goed gedaan. Uitstekende race. Heb je genoten van dit seizoen? Beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je niet leuk vond. Noem mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-23 My Team Carillon content. En druk ook gelijk op dat belletje, zodat je geen enkele race van mij mist. Gaan dus in de volgende video verder met seizoen 2. Misschien ook een nieuwe teamgenoot, misschien behouden we Richard Verschoor. Dat zien we allemaal in aflevering nummer 17. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met seizoen 2.
Tot de volgende keer.